Hey Tess, je krijgt die fantastische nieuwe pony, maar vergeet niet je pony te meten, want die deken die moet wel perfect liggen en een deken die te groot is, die gaat vast liggen, die gaat scheef liggen, die gaat trekken. Dus meet even die knappe pony van je op. Ik heb het Lucas-medelint gehaald en ik ga nu eventjes voor Tess Blondie opmeten, zodat we ook voor haar prachtige Lucas-dekens kunnen halen die avond. Ja, helemaal zin in. Hier, het medelint. Als zij schraagt, dan negeren we er. Zodra ze het op. Ja, goed gedaan. Dan lopen we er. Nummer 1. Ja. Ja. Ja, ook niet. Gaan we dit even liggen. Dan moet jij twee filmen en dit vasthouden. Moet je hem hier vasthouden. Blondie. Anders geef je mij de camera maar. Hou jij dat maar vast. Neem ik hem over. Ja. Kijk, we gaan even meten. Zo. En dan moet hij tot de bil. Dus dan wordt het een iets hoger. Tess, op de schouder en dan halverwege de borst. Ja. Oké. En 120 wordt het. Hey dames. Ik heb wat bij voor jullie knappe Blondie. Oh, leuk. Hé, hey, het zijn een paar dekens. Een zebra vliegendeken. De Recutex deken. Waarvoor is de Recutex? Dat is een therapiedeken. Daar wordt Blondie helemaal soepel en ontspannen van. Cool. Een hele fijne regendeken. En als die voorop staat? Die kan ook voor op stal. En er zit een speciaal laagje in dat je nooit meer een zweetdeken nodig hebt. Heerlijk. En een vliegenmasker, wat de vervelende insecten. En die past dan weer mooi bij de zebradeken. Helemaal top. Zet je. Jacob, help alsjeblieft. Hoe werkt dit? We gaan van onder af aan gaan we hem sluiten. En het lijkt alsof dat die bovenste er verkeerd is aangezet. Zie je dat? Want deze zijn horizontaal, deze zit in één keer verticaal. Maar dit hebben ze gedaan zodat die mooie dicht blijft zitten. Oh, mooie... handig. Ja, dat is heel handig. En we hebben ook nog een frontriemetje. Dat is deze. Dat is die. Dan moet die net zoals een. Ja, super. Nou, Blondie heeft een prachtige frontriem nu. En dan moet ze ook nog een vliegenkap op. Dat ja. Dan helemaal zebra is. Ja, ik pak ook even de vliegenkap. Ik zie al waar de oren in moeten. Heb je goed gezien? Heb je goed gezien? Oh, echt braaf. Misschien wat ze eerst in haar leven dat ze... Oh nee, ze heeft nog vaker op gehad. Deze van de voorjaarscollectie had ze. Kijk, nou is hij al om. Ja, nou is het al geregeld. Je ziet dat die mooi bol staat, die oogjes zijn mooi vrij. En hij kan er gewoon doorheen kijken. Die kant. Tess, nou is dit masker en de deken gemaakt van de zebraprint. Zebraprint ja? Die doen insecten desoriënteren. Dat is een heel chic woord. Oftewel, insecten worden helemaal tureluurs en die zeggen ik ga lekker naar de ander. Dat is beter. Ja, dat is beter. En wat altijd verstandig is, dat je regelmatig ook je masker en je deken wast in het seizoen. Want jouw pony gaat ermee rollen, stof gaat over die deken heen zitten, gaat in die gaatjes zitten. En het is zelfs zo dat hij daardoor ook wat slechter er doorheen kan kijken. Dus je moet hem één keer in de zoveel tijd met hem wassen, dat ze dan ventilatie zien en dat ze nog kunnen kijken. Ja, en dit is een stofje en de deken kun je prima thuis in de wasmachine stoppen. Als je verstandig bent, dan koop je wat Lucas wasmiddel, want dan weet je zeker dat alle eigenschappen blijven bestaan van de deken. Thuis. Toppie. En dan heb je heel lang plezier van de deken. Hey Tess, dit is een hele speciale deken. Nou, want ik heb net verteld dat het een regendeken is, maar eigenlijk heb ik het niet goed verteld. Oh. Want okay. Dit is ook een regendeken. Oh, kijk, je hebt het al hartstikke goed. Toppie. Heb je dat magneetje gezien wat er zit? Ja, die Bella heeft dat. Bella en de andere paarden hebben precies hetzelfde deken. En daar moeten we eerst de magneetjes doen. Hupsakee. Nou zit de onderflapje zit vast. Ja. Zie dat? Die gaat niet los. Maar dus deze op het begin dacht ik, oké, weet je wat? Wat is dit? Maar
blijkbaar blijft het hier van beter zitten. Dan als deze hier overheen gaat, kan het helemaal niet meer losgaan. Oh, wat goed voor jou. Hey, wat is er nou zo speciaal aan deze deken? Die deken is waterdicht. En je ziet dat hij een heel apart kleurtje heeft. Hij is zilverkleurig. Mm-hmm. Nou, wat hij doet is, als de zon schijnt, reflecteert hij de zon. Dan zegt hij, kst, wegwezen. En hij is ook zilverkleurig aan de binnenkant. En wat dat weer doet, is als het koud is, houdt hij de lichaamswarmte vast. Okay. Nou, zie je het als een stukje aluminiumfolie die je ergens omheen doet, wat lekker warm blijft. Ja. Nou, en dat zorgt ervoor dat deze regendeken eigenlijk ook een winterdeken is. Want hij is, je kunt hem gebruiken tussen de plus 16 graden tot en met de min 10. Zo. Hey, dat is bizar, hè? Ja. En? Ja, ik wou wel vragen, wat is dat rode stofje? Dat rode stofje, dat is wat Bukas noemt stay-dry. En dat is vrij vertaald blijf droog. Wat deze doet is razendsnel het zweet van Blondie opnemen. En dat zorgt ervoor dat Blondie altijd een droog laagje op die vacht heeft. En daardoor wordt hij niet koud, kan hij niet ziek worden. Okay. Dus als jij klaar bent met het rijden en hij is Blondie zweet nog, dan hoef je haar geen zweetdeken op te doen. Dan kun je gelijk deze deken erop doen. En dan zeg je dag schatje, tot morgen. Oh. Goed hè? Leuk. Nou, we hebben verstelbare buiksingels. En dan moeten die altijd gekruist? Ja, die moet je gekruist doen. Waarom eigenlijk? Ja, dan blijft de deken gewoon het mooiste liggen. Oké, okay, dan weet je het ook weer. En we hebben elastische beensingels. En waarvoor zijn die? Ja, een beensingel moet voorkomen dat... Oh, sorry. Een beensingel moet voorkomen dat de deken scheef gaat liggen. Okay. Maar jullie hebben een hele goede maat al uitgekozen. Dat heb ik al gezien. En dan heb je eigenlijk geen beensingels meer nodig. Want dan blijft de deken, als je de goede maat hebt, blijft al uit zichzelf goed liggen. Nou, wat ik wil voorstellen is, stel je voor, je gaat hem straks de eerste keer naar buiten doen. Laat dan gewoon die beensingeltjes wel even los eraan. Aan het einde van de dag, als de deken nog perfect ligt, dan weet je zeker dat je die beensingels niet nodig hebt. Ik zal wel even uitleggen hoe je op een goede manier de beensingels bevestigt, want daar is heel veel misverstand over. Wat je namelijk moet doen, is je gaat deze, die gaat van achter naar voren, heel goed. En dan hebben we er nog eentje aan de achterkant. En dan zie je dat die best los zit. Alleen die andere, die halen we binnendoor langs. We gaan nou een shot krijgen van tussen de benen. Maar goed, rustig maar. Ze is er nog niet blij mee. Maar deze gaat er kruislinks doorheen. En dan gaat hij naar deze kant toe. Even kijken waar het oogje zit. Zo. Dus wat je hebt gedaan is, dan zal ik even, ga ik even raar doen. Dus dit zijn de achterbenen van Blondie. Ja. En de beensingels blijven aan dezelfde kant. Alleen hij gaat er tussendoor, gaat hij de kruislinks doorheen. Dus je maakt er een soort X van. Dus dan blijft hij beter zitten. Dan blijft hij beter zitten. Maar nogmaals, jullie hebben de goede maat en waarschijnlijk heb je niet eens de beensingels nodig. Okay. Er zit ook nog een bilkoord of bilriempje aan, dat is deze. En die kun je... Nee, er zit ook nog een lensje. Die gaat weer onder de staart langs, naar deze kant. En dan heb ik een vraagje. En dan kan die helemaal nergens mee heen. Maar waarom zit er nou eigenlijk hier nog wel elastiekje? Dan kun je eventueel nog de staart onderdoor doen. Oké. Okay. En Blondie heeft nog wel een stukje staart. Zo. En als we dan gaan schuren, dan gaat het alleen handig. Ja, mooi hè. Dan... Zo blijft ook die flap mooi op de plek. Hier zit zelfs nog een stukje reflectie in, dus stel je voor je hebt hem in de wei staan en het wordt donker, dan kun je hem nog ook zo met een zaklampje heel makkelijk weten te vinden. Hey Tess, dit is die rekentekstdeken. Nou, ja. Dit is voor heel veel mensen een hele spannende deken. Dan heb ik een vraagje, nu al, waarom heeft deze dan wel zo'n dingetje? Die andere deken, die Power Turnout Light, die zilverkleurige, ja. Dat is een deken, dat is zijn jasje die hij de hele dag om heeft. Die deken, die sluiting, die komt ook meer onder spanning te staan. Ja, dus... En die andere sluiting is
makkelijker open en dicht te maken, maar die is ook eigenlijk sterk. Die is van roestvrij staal. Dit is een, wat wij noemen een therapiedeken. Dit is een deken die je een paar uur voor en een paar uur na gebruikt. Je kunt hem ook gerust op stal mee laten staan. Deze die kwam dan niet onder spanning staan, maar door deze dan. Een paar uur voor en een paar uur na het rijden. Ja. Nee, dus dat is de reden dat hier een iets andere sluiting op zit. Wat deze deken doet, dat is heel spannend. Wat die doet is bloedcirculatie stimuleren. Nou, ik gaf net al aan toen ik aankwam lopen. Wat die gaat doen is, je ziet het al, nou is Blondie al heel relaxed. Maar die zorgt voor dat Blondie heel ontspannen en heel soepeltjes is. Dus stel je voor dat die een keer wat gespannener is, dan zul je met deze deken merken dat die minder gespannen is. Stel je voor je gaat straks wedstrijden rijden, dan is het zeker aan te raden om voor en na het rijden te gebruiken. Voor die tijd zorgt hij voor een stukje soepelheid en ontspanning. En na die tijd zorgt hij dat hij beter herstelt, minder snel spierpijn krijgt. Oké. Nou, stel je voor je bent niet in de gelegenheid om die deken een paar uur na het rijden te verwisselen. Dan laat je hem gewoon liggen, dat is niet erg. Je kunt hem ook gerust een dag laten liggen. En je kunt hem ook zelfs nog als onderdeken gebruiken. En dan pak ik heel even de Power Turnout Light erbij om jullie te laten zien hoe dat werkt. Nou is dit de Power Turnout Light. Oh, kijk. Die ja, heel goed gezien. Kijk, deze gaat eronder. Ja? Ja. En deze plakken we ertussen. Zo. Oh, nou zit die vast. En dan hebben we aan dat ook aan de andere kant. Daar is Kimmetje al goed mee bezig. En dan hebben we aan de andere achterkant hebben we ook nog iets. Dit is van de Rekertex deken. En dit is van de buitendeken. En dan haal je dat klittenbandje er zo doorheen. En dan zetten ze ook vast. Dan heb je hem twee keer voor en twee keer achter heb je hem vastzitten. Dan kan hij geen kant op. Dan blijft hij mooi liggen. Heel erg bedankt dat wij deze dekens mogen. En Blondie is er ook blij mee. Blondie is er gelijk helemaal rustig van. Die stond al te slapen. En die is ook heel gezellig. Heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Ik vind het leuk om Blondie ook een keer in het echt gezien te hebben. Ja. Ik vind dat jullie echt poepiemazzen hebben met zo'n knapper en zo'n brave. Want Blondie is hartstikke braaf. Nou, ja. Ik vond het ook leuk, dames. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.